Mark, als je de eerste 35 minuten ziet, dan geloof je deze stand niet, hè? Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk is hij dan wel dik en dik terecht. Terugkerend probleem, we scoren niet. Hè, kunnen we elke keer wel zeggen. We krijgen veel te makkelijk de goals tegen. En als dan ook nog eens tweede helft onverklaarbaar, nul energie meer in de ploeg zit. Doen niks meer als ploeg, weten de bal niet naar de juiste kleur. Anticiperen niet op tijd, sluiten niet meer in. Tweede helft was gewoon één grote wanprestatie van ons eigen elftal. Hoe komt dat dan? Ja, dat is natuurlijk al, er is niemand die dat bewust doet. Ik denk dat komt, ik heb zelf ook wel dat soort wedstrijden gespeeld. Als je het eerste half uur zoveel beter bent dan je tegenstander. En eigenlijk het gevoel hebt van ja, we moeten scoren en het wordt 6-7-0 vandaag voor ons. Want ja, daar ging het op af. Ja. Bal op de lat, de ballen net naast. Ja, maar elke bal die we hadden, sneeuwen we doorheen. We deden alles goed, we waren rustig aan de bal, we kwamen er goed doorheen. Die achterhoede was natuurlijk veel trager dan dat wij waren. Want Yassin had er natuurlijk eigenlijk helemaal geen tegenstander aan de linkerkant. Nee, maar uiteindelijk de schoten zwaar onvoldoende richting de goal. De laatste paas niet goed. Ja, en ook 2-3 keer zit het niet mee. En als je dan op een gegeven moment gooien zij er één schepje bovenop. Nou, dan is de wedstrijd een beetje een evenwicht. Ja, en dan is het natuurlijk heel zuur dat je in de 47e minuut... Ja, natuurlijk een onverklaarbare vrije trap die je tegenkrijgt. In de scrimmage tussen zes benen door volgens mij belandt hij in de hoek. Maar ja, goed, dat zeggen we natuurlijk wel heel regelmatig. Hè? En dat lijkt wel iets alvens, want ik hoor collega-trainer uit de vierde divisie dat ook zeggen. Zelf niet scoren, je moet 2-3-0 voorstaan. En de eerste de beste bal, of eerste de beste ballen richting onze goal, die gaan er wel in. Ze gaan er zo makkelijk in. Ja, goed, en nogmaals tweede helft... Moeten we even heel goed bij onszelf te raden gaan. Moeten we in de spiegel kijken. Tweede helft was het onherkenbaar. En niet wat wij willen uitstralen. En dan verlies je van een veel gretiger Gravenzand. En dat was natuurlijk totaal niet nodig. Want er was maar één ploeg dat vandaag voetballend bovenliggend was. En dat waren wij. Op de tweede helft na eigenlijk. Ja, maar toen was het... toen was het op een gegeven moment ook niet echt voetbal meer. Kijk, op het moment dat wij... niet meer duel spelen en niet meer als team functioneren, dan is het klaar. En dan is het 3-0, maar had het ook 5-1 kunnen zijn. Ben je dan eigenlijk zometeen op zoek voor het volgende seizoen daarna kijken naar een scorende spits? Nee hoor, want ik denk dat natuurlijk een scorende spits is altijd welkom. Maar elke goede voetballer is welkom. Ja. Maar ik denk dat wij spits hebben die het goed doen. En vandaag waren het ook niet de spitsen die hadden moeten scoren. Maar waren het vooral andere momenten die we hadden binnen moeten lopen of binnen moeten schieten. Dus, ja, want Timo en Arjan kregen ook nog een goede kans, hè? Ja, Niel, ja. Dirk. Dat is ook een heel rijtje opnoemen, hè? Ja, ik denk dat we inderdaad een paar keer heel prima uitgespeelde aanvallen. Rand 16 en dan schieten we niet. En dan leggen we hem weer een keer breed. Ja, dan is de eindpaas, ik denk 4 keer... staan we met 3 man voor de goal en 1 verdediger. Ja, en dan krijgen we wel de voorzet bij de verdediger. En ik moet zeggen, die keeper van hun die pakt er ook 3-4 onafvolgbare ballen uit. Ook tweede helft. Ja, goed. Uithuilen en van de week even bij elkaar zitten en op naar de wedstrijd tegen Spijkenissen? Ja, je hoeft niet eens bij elkaar te zitten. Gewoon op het trainingsveld. Ik vind dat we eerst half uur echt heel goed gespeeld hebben. Met de flair die we willen hebben. Alleen het verval daarin, dat is wel... voor mij als trainer een frustrerende constatering vandaag. Ja, dat we... op de bank hoorde ik ook iemand... Ja, mentaal zijn we kwetsbaar. Ja, vorige week worden we geroemd om onze mentale weerbaarheid. En vandaag was dat ver en ver onder de maat. En dat wil niet zeggen dat volgende week zo is. Ik denk dat wij mentaal prima weerbaar zijn. Maar vandaag wisten we niet hoe goed we waren. En dat de tegenstander een schepje bovenop ging doen. Hebben we niet thuisgegeven. Punt. Verdiende overwinning voor Gravenzande, wat niet nodig was.